Ik ben operationeel manager bij de Kooijman Autogroep. Dat betekent dat ik iets moet weten van HR, ik moet iets weten van finance. En dat zit juist helemaal in die studie bedrijfskunde. In de automotive branche is natuurlijk van alles aan de hand. De auto's die worden elektrisch, het wordt verzakelijkt. Er worden veel vragen gesteld over wat betekent dat nou voor de toekomst. En door deze studie heb ik gewoon echt geleerd dat te kunnen verklaren. Op die manier kan ik het ook uitleggen aan de rest van de organisatie. En dat had ik voor die tijd, was me dat niet gelukt. Naast de theoretische verdieping vond ik het echt onwijs leuk om te ervaren dat je studiegenoten uit een hele andere branche ongeveer tegen gelijksoortige zorgen en problemen aankijken. En doordat iedereen het op een andere manier oplost, leer je verschrikkelijk veel van elkaar. Ik heb er echt geen dag spijt van gehad, ondanks dat het af en toe pittig was. Het heeft me als mens completer gemaakt, maar vooral ook als professional. Heb er echt stappen gemaakt die ik zonder opleiding niet had gemaakt. Wat wij zien is dat het inderdaad mensen zijn die heel graag een carrière stap willen maken. Of dat het mensen zijn die al wat verder in hun carrière zitten, maar eigenlijk beter willen onderbouwen wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En dan heb je het eigenlijk over beroepsidentiteit. En wat wij merken is dat de organisaties daar ook profijt bij hebben. 4 jaar klinkt heel lang, maar vaak zien we dat als je eenmaal in die studie zit, krijgt ook lol in het onderwerp. Dat het eigenlijk ook best snel gaat. Dus ik zou willen zeggen, hik niet tegen die 4 jaar aan bijvoorbeeld. Maar zie het als een verrijking van je eigen, je eigen professie. Gaat het niet per se vanzelf, maar dan gaat het een stuk makkelijker.